met Mike Noor Salim, de voorzitter van de politieke partij HVB, tevens gewezen minister van Binnenlandse Zaken, spraken wij over de steeds toenemende criminaliteit, de aanpak, want door de waarnemend president Ronnie Brunswijk, tevens de minister van Justitie en Politie, is er aangegeven dat Atafra Draai er nu heel wat harde en strenge maatregelen zullen komen. U hoort HVB-voorzitter, tevens gewezen minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noor Salim. Ik denk dat elke Surinamer, als je nou in het land woont, als je nou uitlandig bent, als je nou ergens anders woont, dit helemaal niet goedkeurt, enigszins. Anderzijds hebben we gezien wat voor effect het heeft, niet alleen op slachtoffers. Eigenlijk kijk ik verschillende manieren ernaar. De eerste plaats kijk je naar wat is allemaal de oorzaak. Waarom is er zo'n hoog criminaliteitscijfers? Waarom is het zo hoog? Waarom is de cijfer zo hoog? En ik denk dat er een correlatie bestaat tussen een verhoogd criminaliteitscijfer en de verhoging van de armoede in Suriname. Die twee zaken lopen, als je mij vraagt, parallel. En de afgelopen periode hebben we gezien dat het armoedevraagstuk niet echt is opgelost. Mensen zijn armer geworden. En dan zeg ik niet dat de man zei pina naar de man dat hij ego roof of fufuru. Maar ik denk dat als je in totaliteit mensen hebt sanoma fin roko. En zo nu en dan moet ik strana tongo zodat je ook de mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn ook kan bereiken van hey, er zijn wel een aantal zaken zijn aan verantwoordelijkheid die in regerings tapatafra van regering en aan de andere kant is er ook een verantwoordelijkheid tap unulek burger. Eén, dat wij als ouders alvast zorgen ervoor dat opjinguas koro, want daar begint het. Opjinguas koro din is bijbel, normen en waarden zijn vervagen in het land. Isabi, want we shitak ding, criminelen zijn vandaag de dag jeugdige, 15, 16 jaar. Pefosi, abebde, kan het 30, 40 jaar hier nog maar stroto. Dus je hebt alvast oorzaak gevolg. Gevolg is het alleen voor de slachtoffers. Te wang crimineel of wang voerman kon je niet of zo. Behalve dat je een fondes ma, dat zien we gebeuren. Dat heel wat mensen letsels worden toegebracht. We hebben eergisteren of zo een arts nog die geschoten is in het borststreek. Een mevrouw op klaarlichte dag. De auto van haar wordt bijna op brute wijze afgepakt. En het typische is, en het vreemde is, dat zodra AVP voor UNO takwasani, als dat ik omhoog erg. Eigenlijk VP non tak notimoro. Want hij sprak over de maatregelen die zullen komen. Atafra Draai. Maar niks nog draai. Integendeel. Uzi, als een komoro heftig. Dus VP de crimineri bradis kopoedem het takito. De boy ne archiu. Dus liever zegt u niks. Hij had toen, om een voorbeeld, om het met een voorbeeld te illustreren, gaf hij aan dat de koers, als hij de 30 zou passeren, na poerstekker, als een bouw, unoma redden, die ziet dat hij, we als een skyrocket psa 30. Wat heeft hij gedaan? Dus liever VP tot aan noti. Wat is mannen arching? Belangrijk is dat de maatregelen zijn tref. Lek Gralanti. Lek overheid, lek regering. Daar gaat het om. Je moet maatregelen treffen, beleidsmaatregelen, keuzes maken om de criminaliteit in te dammen. Met stoere taal, meneer Gaes. En zei dat maar, stoere taal, nee, roko. Dat emo koteki, dat vrouw draai, pd. Die jongens zijn. Ze wachten niet op een stoere taal om de VP, van de VP om te stoppen met hun daden. Er gaan een aantal zaken moeten komen. En wanneer die VP daar zit, u zegt
U vraagt me, of bijna vraagt u zich af waarom ik zeg VP. Omdat één, het ministerie valt onder zijn bewind. Het is een ABOP-ministerie, zoals we dat weten. Maar het is een verantwoordelijkheid van die totale regering. En wanneer die VP zegt, Anetjes Monigi de ministeries vindt, moet hij niet op de tv komen en door overraskalen. Maar hij moet intern, in de regering, met zijn vuisten op tafel slaan en zorgen ervoor dat het ministerie meer geld krijgt. Hij moet zorgen ervoor dat de politieagenten, dat de agenten hun overuurgelden op tijd krijgen. Hij moet zorgen ervoor dat de attributen die nodig zijn, dat ze ter beschikking worden gesteld. Dat wagide, vervoersmiddelen, communicatiemiddelen, die zaken gaan maken dat je één, ervoor zorgt een stukje preventieve criminaliteitsbestrijding, want de politie zal zichtbaar zijn. Je zal zorgen ervoor dat ook als het gaat om repressief handelen, optreden, dat het effectiever zal zijn. En niet dan schreeuwen gewoon, ai, utaputa vrouw draai de saati en wat zing is gebeuren. Toch? Ik denk dat zo hoog als het nu is, hebben we het nooit eerder meegemaakt. En je gaat terug moeten gaan naar de basics. Je gaat moeten zorgen ervoor dat ook in de cellenhuizen een stukje beleid plaatsvindt, waarbij het resocialisatietraject goed op gang komt. En er zijn organisaties die, als je mij vraagt, meneer Ganesh, de man is bezig, ba. Kerkie, doet zijn best. Hebben we gezien religieuze organisaties. Stop of werk samen met die organisatie. Wat ook al gebeurt, maar vanuit overheidswegen. Kan ik die man niet toe? Omdat ze beter equipped zijn, kunnen functioneren, de mensen kunnen opvangen. De mannen een vak leren, want kan een boom voeren. Pardon, nog eens een kans voor klaar de score. Nou, dan moet je dat stukje weer oppakken. Dus je gaat preventief moeten werken aan de ene kant, maar ook tegelijkertijd daar in diezelfde huizen. Daar ga je ook wat moeten doen. Waarschijnlijk gebeurt het allemaal in mindere mate. Dus je gaat dat moeten ophogen, verhogen. En ik denk wat belangrijk is, meneer Ganesh, is de surveillance van de politie. Een roadblock is perfect, is prima. We zien dat er ook mensen worden opgepakt met illegale vuurwapens en noem maar op. Dus roadblock, geen problemen daarmee. Of laten we zeggen, het is juist goed. Maar, er is een maar, een komma maar. Die criminelen, die hebben ook geavanceerd de communicatiemiddelen. Dus ze weten precies bij een roadblock die. Mijn tijgen is er even dat ik nog dat ben. Dus wat je zou moeten doen, zijn die buurtsurveillances, als je mij vraagt. En heel willekeurig, mag niet uit welk tijdstip van de dag. Maak een programma, maak een tijdstip. En om die zaken te kunnen doen, net wat ik heb gezegd daarnet, heeft de politie vervoersmiddelen. Hebben ze vervoersmiddelen nodig? Hebben ze apparatuur nodig? Hebben ze goede schoeisel? Wat we hier toch de mannen bij elkaar die vielen, want zo nog de, meneer Ganesh. Dus dan ga je daarin moeten investeren en zorgen ervoor. Een ander ding ook is, de vele agenten die bij hoogwaardigheidsbekleders ter beschikking zijn gesteld toen, die ga je terug moeten brengen. Je gaat het tekort van mankracht, zal je moeten opheffen. En dat is nog steeds niet opgeheven, als je mij vraagt. Dus er zijn zoveel dingen waarvan ik denk, ik wilde luisteren naar maatregelen en niet naar stoere taal. En waarschijnlijk toen de criminelen dat hebben gehoord, dachten ze, ach, niets nieuws onder de zon. En de volgende dag was het weer schrikbarend. Meneer Ganesh, ik ben gebeld geworden door ondernemers, want is dat hoe die in de wereld dat doet. Die in Suriname zouden willen investeren, maar dat mijn vrede heeft kunnen kondigen. Vanuit Nederland, alles hier. Wat is het beeld dat ze hebben van Suriname? Dat die komt ja zo vooral als je buitenlander bent, naar gewoon met je opograbitje hier. Dat is het beeld wat mij heeft, dat het zo onveilig is dat je niet
op klaarlichte dag zelf kan lopen, je auto even aan de kant kan parkeren. Dat is het beeld. Het beeld dat je thuis helemaal in je woonkamer, wanneer je slaapt, gekneveld wordt, beroofd wordt. Die mevrouw laatst op, ik dacht dat het para was of zo, het is op Facebook nu. Dat beeld heeft men, dat ding gaat wereldwijd. En je kon het gewoon dat de vrouw draait op zo'n manier. De vrouw nooit draait op zo'n manier toch. En wanneer, en dat zijn die prioriteiten als je mij vraagt. Meneer Ganesh, het lijkt alsof de prioriteiten van de regering elders liggen. En niet op het oplossen van het criminaliteitsvraagstuk. Want als je als VP aangeeft dat Unikis money, ministerie Financiën money. En aan de andere kant zegt diezelfde regering of financiële minister, ja, we give you money. Dat is er alvast iets dat niet klopt. Hè? Als je een gebouw koopt van 3,7 terwijl het zonder inboedel 2,7 waard is, zou je kunnen onderhandelen. €500.000 is eigenlijk te veel gegeven, want een inboedel dat de man normaal gebruikt naar arbeid. Dus 500.000 kan je stoppen in criminaliteitsbestrijding. Ik ben kapuzengi des koutou. Dus ik denk dat de prioriteiten gewoon verkeerd worden gesteld. En Edgar Dikan, toen collega minister van u, of samen met u, die geeft eraan dat in feite de huidige minister van Justitie en Politie de eer aan zichzelf zou moeten houden. Zou dat daadwerkelijk moeten gebeuren, heer Noor Salim? Het gaat aan mijn brada. Zelfde taal. Ik ben het roerend eens met hem. Ik ben het gewoon roerend eens met hem. Kijk, als je niet in staat bent dat te beteugelen, doe aan het aan. If je don't dabe, dan je vindt dat in het chismoni. Doe iets voor chismoni. Wie nou maakt je ziet aan? Dat was voor zit je dan. Als een sierpaard. Maar die kan niet gelijk. Toch, hij moet de eer aan zichzelf houden. Hij is niet in staat. En kijk, ik ben niet tegen een. En daarom zeg ik, prioriteiten liggen gewoon elders. Ik ben geen tegenstander hoor, van geen enkel brug zij bouw. Als je nou over de Kopenamen, rivier of P, nou een probleem dan op historie dat die. Maar is dat het momentum? Want we gaan zoeken money voor Leni, samen naar Guyana. Samen naar Guyana toch? Is alvast een schande voor mij als land hier, ik vind niet. Want naar jouw grondgebied, dat van je gaat leen money, samen naar Guyana voor met een brokje over jouw grondgebied. Dat is ook. Gelukkig is het niet deze regering die bruggen moest bouwen over de Kopenamen rivier en heen naar Dapé. Nou zullen we zoeken om niet naar Guyana toe, want het is hetzelfde toch. Nee, ik ga naar Guyana, je hebt mijn financiële brokjes over de Kopenamen rivier. Nee. En waarom ik zeg prioriteiten, het is belangrijk voor die verbinding door heel Zuid-Amerika. Als je kijkt naar importen, kan het ook via het land, Brazilië, noem maar op. No sweat with that. Maar nu hebben we interne problemen. We hebben problemen waarbij slachtoffers nog steeds niet geholpen zijn. Ja, we hebben, en ik leg even de nadruk, meneer Ganesh, op atori van criminaliteit, omdat we onderschatten de effecten. Gezinnen, las ma of pa, moeten verder gaan. We zien dat er ook slachtoffers zijn gevallen waarbij het slachtoffer degene was die moest zorgen voor die huishouding. Dat is weggevallen. We zien dat qua hergeneratie jongwang, ze op om een talent, gaat door die situatie van dit land dat pad op. En er wordt niks gedaan, meneer Ganesh. Dat is de situatie. Daar ga ik druk even voor lend money. Lend money. Zoet money go in je korpsen. Dat ben zoet money go. Ja. Maar de terugverwijzing of de vingerwijzing steeds van, maar de vorige regering die heeft ons hierin geplaatst. Vandaar dat wij zaken heel moeilijk kunnen aanpakken, want money no de, ja. Wat zegt u na zo? Ja? Ik moet lachen met de Ganesh. Als hij deed dat eigenlijk een krabo aan Eurocomoren, meneer Ganesh. Kijk, wanneer je de situatie voor de verkiezing als
ja, als partij Sawantek Abra kent. En je geeft al aan dat je heel wat oplossingsmodellen hebt. Van ondernemers, financierders, carico, investeerders, waar zijn ze dan? Waar zijn degenen die zoveel zouden pompen in onze economie gebleven dan? Dus, het klopt niet. Wanneer je aangeeft, by the way, meneer Ganesh, aan vorige regering. Na vorige regering zit daar hier Safe City project, toch? Daar hebben we geld geleend voor Potina Safe City project, toch? Oebesjes, kootwagerij in de buurt, met zwaailichten. Dus code even eerlijk. De vorige regering heeft ook ontzettend veel gedaan om te zorgen ervoor, op het gebied van onderwijs, op het gebied van ondernemerschap, Karkong. Wanneer we Jerewa minister etak, wat heeft die vorige regering gedaan? Minopica maite, mopica ma heel binnenkort. Maar goed. Dus het steeds verwijzen naar de vorige regering geeft alleen maar jou zelf een brevet van ongeschiktheid. Want je had die analyse gemaakt, je vond dit is het antwoord, zo ga je het doen 200 dagen en ik weet niet wat allemaal. En je bent niet in staat. En het volk zal jouw rekenschap vragen, niet alleen hiervoor, maar je zal ook de rekening gepresenteerd krijgen volgend jaar, precies over een jaar straks.